Good morning, babes. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik zie er niet uit. Ik vind het helemaal prima. Ik heb ook een paar vlekjes op mijn trui. Het is water, oké? Ik ben niet vies. Dit is gewoon water. Ik moet even mijn bekertje afwassen voordat ik een nieuw shakeje in kon doen. Ik heb net mijn ontbijt dus gemaakt. En ik ga vooral thuiswerken vandaag. Even mijn agenda checken wat ik moet doen. Ik heb vandaag trouwens mijn ochtendroutine omgewisseld. Ik heb zo'n moeite met uit bed komen. Dus wat ik nu doe, is in plaats van eerst mediteren en bed opschrijven met mijn gratitude journaling, dan mijn morning walk, ga ik gewoon gelijk mijn bed uit, gelijk wandelen, zodat ik gewoon niet in bed blijf liggen. Want ik moet er gewoon uit. Ik moet er gewoon uit. En dan doe ik het mediteren daarna wel. En dat ging vandaag trouwens best wel goed. Dus ik denk dat ik het even zo ga aanhouden tot het weer... Ja, lente. In de lente vind ik het helemaal niet moeilijk om mijn bed uit te komen. En in de zomer ook al helemaal niet. Maar winter en herfst. Herfst en winter is next level. Ik zie dat ik vooral dingen voor werk moet doen. Niks bijzonders. Wat wel bijzonder is, is dat heel Nederland op zijn kop stond. Omdat er Mongolen... Luister, als je broer of vader daar was. Or like any relative, I'm so sorry. Ik wil niemand beledigen. Maar als je dat doet, heb je echt stront in je kop. I'm so sorry. Ik snap dat heel veel mensen echt onder lijden met corona. En dat het zat zijn om dat je de maatregelen steeds worden verlengd. En strenger worden gemaakt. En weet je, it doesn't make sense. Het is ook echt niet eerlijk. Hoe heel veel dingen lopen voor heel veel ondernemers. En überhaupt gewoon mensen met... Het is gewoon een en al kloten. Begrijp ik echt heel goed. Maar om dan... te gaan rellen en horeca te gaan slopen, supermarkten, dat gaat echt beyond demonstreren. Dat waren gewoon sensatiezoekers die al jeuk in hun reet hadden sinds corona en dachten, yes, ik mag wat gaan slopen. Of ik kan wat gaan slopen, let's go. Dit was echt beyond een demonstratie. Ik zag een paard onderuit gaan. Het Eindhoven station werd helemaal vernield. Ik zag dat een ROC in Tilburg in de fik werd gestoken, een school... Een testlocatie in Urk. En wat was het ook nog meer? Een ziekenhuis ergens in Nederland wordt ook aangevallen. Helemaal gesloopt. Ariel, oké. Like, ik snap het echt niet wat het nut is. En wederom vind ik het weer grappig hoe de media het oppakt. Want toen de Black Lives Matter movement was tijdens corona. Wat heel vreedzaam was. En met mensen die mondkapjes op hadden. Want dat zag ik ook heel veel. Mensen die geen mondkapjes op hadden terwijl ze shit aan het slopen waren. Tegen coronamaatregelen. Dus en je gaat het eigenlijk erger maken. Want ik wil nu niet weten hoeveel mensen er zijn besmet. En ten tweede ga je mensen hun shops slopen. Hun horeca, restaurants, whatever, winkels slopen. Die het al moeilijk hebben door hetgeen waar je tegen protesteert. What are you doing? Let's be honest. De Nederlandse media is zeer racistisch. And I'm tired of it. Positieve dingen. Ik voel me oprecht beter. Vorige week zagen jullie dat, dat ik niet zo heel erg lekker erin zat. En dat is nu niet 100% weg. Maar ik heb podcasts zitten luisteren. En ben gewoon gaan mediteren en nadenken. En ik voel me gewoon een stuk beter en een stuk relaxter. Wat mij heel erg hielp. En ik hoop dat het misschien iemand anders kan helpen die dat niet kijkt. Is ik hoorde dus in de podcast van... als jij nu... al wist dat jij over een tijd kreeg waar jij zou krijgen waar jij, wat je nu aan het manifesteren bent, zou je dan nog zo stressen? En waarschijnlijk is het nee, want je weet dat, je zou dan weten dat het komt. Maar basically is dat al. Het universum gaat jou al, het komt. Het gaat jou al geven wat jij wilt. Je moet alleen loslaten, let go, let it be, let it flow. En dan komt het vanzelf. En dat heeft mij heel erg enorm, echt geholpen. Want ik ben echt zo iemand die zich zo gaat vastbijten in... journalen en constant denken van oh ik wil dit en eigenlijk heel erg in iets vastbijten, want dat werkt zo averechts. En ik moest dat even horen om weer terug te komen tot het vertrouwen ook in mezelf.
Dus ja, ik voel me gewoon een stuk beter. Er is geen gisteren meer. Er is geen morgen. Er is alleen nu. En ik kan alleen maar controle hebben over het nu. En wat ik nu doe en wat ik nu voel. En als ik me nu zorgen ga maken over morgen, verspil ik mijn nu aan dat. Aan het stressen over morgen. Wat het ook nog eens mijn blessings blokkeert. So, I'm not about to do that. Dus wat ik ga doen, is gewoon werken. En deze week heb ik niet zo heel veel bijzonder staan. Dus ik, ja, wat jullie deze vlog gaan zien, is voor mij ook nog een vraag. Ik heb wel zoiets van, ik vind het wel leuk dat ik steeds met mijn random thoughts met jullie deel via de vlog. En de reacties op de langere vlogs waren ook echt heel erg lief en goed en positief. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. I appreciate it, want er zit echt heel veel werk in de lange vlogs. Maar ik ben blij dat jullie er blij mee zijn. So, ik ga ermee door. De vlogs blijven zo lang. Dus, Snowy, kom maar. Snowy, waarom ben je zo bang? Er zijn allemaal auto's. Via het raam kan die zien. Dat vindt hij allemaal wel spannend. Hey. Hij vindt die auto's echt heel spannend buiten. Zo, babes, goedemiddag. Het is dinsdagmiddag. Ja. Ja, ik heb dezelfde trui aan als gisteren. Maar ik weet niet of ik de enige ben, maar ik heb letterlijk een pyjama en overdag thuiskleding. En gewoon joggers die ik draag als ik naar buiten ga. Zo, nee, dit is niet vies. Ik zit gewoon heel de dag binnen met mijn dagkleren voor binnen. So don't judge me. Ik heb heel even mijn haar gewassen en mijn haar gedroogd, gestyled. En als je benieuwd bent naar mijn haardoetine, die staat in de vorige vlog. Vlog 92. En dan laat ik zien wat ik gebruik en dat allemaal. Ik ben wel echt blij, man. Mijn haar is gegroeid. Het was echt kort. Ik weet niet, ja. Ik had mijn haar was letterlijk dit altijd. Nu dat ik zoveel vlog en dat ik zeg maar hier in mijn werkkamer zit, heb ik echt zoiets van, het voelt heel onpersoonlijk, dit achter mij interieur. En natuurlijk omdat ik zo erg bezig ben met het zoeken van een huis. Het klinkt alsof ik heel ondankbaar ben, maar het is niet helemaal zoals ik wil dat mijn leefruimte zeg maar eruit zou zien. Maar ik vind het ook zonde om nu allemaal dingen te gaan doen om terwijl ik elk moment zeg maar uit huis kan gaan. Dus ja, I'm so sorry als het er een beetje onpersoonlijk uitziet. Vind ik persoonlijk wel. Maar ja, ik ga er nu niks meer aan doen. Die lelijke gaten op de muur, echt vreselijk vind ik die. Had ik eerst plankjes toen ik hier net kwam wonen. En na een maand was ik ze alweer zat. En nu heb ik spijt. Nu denk ik, ja, had toch wel heel leuk gestaan. Dus daar dacht ik in één keer aan toen ik de vlog aan het editen was. Van Jezus Christus, wat ziet het er stijf en onsfeervol uit. Maar ja, ik ben meestal gewoon hier bezig. De rest van het huis is super leuk. Maar mijn moeder zit daar heel veel. En mijn moeder houdt niet van de camera. Dus een beetje zo. Echt zo'n geval van, ik weet zeker wanneer ik mijn huis heb dat ik uitgebreider content kan gaan maken. En daar kijk ik wel echt heel erg naar uit. Maar it's coming. I just know it's coming. En ik relax. Het komt vanzelf. Ik zit wel te denken steeds van, oh mijn god, als ik dadelijk alleen ga wonen, ben ik echt alleen. Vorige keer ging ik op mezelf, maar hè, was ik niet alleen. Ik had mijn partner destijds. En nu denk ik van, oh mijn god, als ik alleen ga wonen, ben ik echt, echt alleen. Dus ik heb nu al voor mezelf besloten dat ik op een kat ga nemen. Een kat. Een kitten, wanneer ik daar gewoon gelijk. Want ik ben heel mijn leven lang opgegroeid met huisdieren. En ik kan heel goed alleen zijn. Hey, alleen zijn is mijn ding. Ik hou ervan. Ik ben heel sociaal. Maar alleen zitten is gewoon echt, it's my thing. Ik voel me er gewoon zen door. Ik kan echt tot rust komen alleen. Ik kan mezelf heel goed vermaken. Ik ben toch altijd bezig met werk. Vroeger was het wel anders. Ik was echt zo iemand die dacht van, oh mijn god, gaan mensen alleen naar de stad? En nu, dat is echt self-care. Dat is echt een self-love moment. Alleen dingen doen. Maar dat komt dan tegen die tijd. Wat ik nu ga doen is nog even verder werken op de computer. En
Wacht op Eva. Ben je nu aan het recorden? Waarom sta ik stil eigenlijk? Niemand die zegt hallo, ga je nog wat doen of niet? Ik zou lang te doen, hè? Ik al lang. Oké, okay, maar waar hadden we het over? Slij me dood. Ik zat te denken. Mm-hmm. Oké, okay, we krijgen nu warm eten mee, maar we kunnen dat toch sowieso straks ook nog weer opwarmen. Is het niet gewoon handig om gelijk ook dat toetje te halen? Want we zitten nu in de auto. Snap je? Of krijg je daarvan helemaal kortsluiting? Ja, een beetje wel. Maar het is niet erg, kunnen we doen. Ik zou die marktkramen hier weghalen hoor. Ja, want tuurlijk, die denk je, dat zijn ze hier aan het doen, denk ik. Oké, dus we rijden nu door de stad. We gaan eten halen. Maar er is al aangekondigd. Wacht, hoor. Kortsluiting. Ja, helemaal kortsluiting. Wij twee zijn echt net twee kinderen met ADHD bij elkaar. Dus niet oké. Okay. En we versterken het alleen maar bij elkaar. Vaak als jij begint, begin ik. En dan... Ja. En zit wel in hetzelfde level altijd. Ja, oké. Okay, dus, maar in ieder geval, wat is ik het vertellen? Kill. Serieus. Het is aangekondigd dat ze gaan rellen en shit in de stad. Ik vind het zo asociaal. Ik vind het zo erg om te zien, echt heel eerlijk. Maar die kleine ondernemers, de zaken worden helemaal naar de tering getrapt. Alles helemaal kapot en helemaal voor wat? Want wat bereik je ermee? Ook dat ze naar de supermarkt gingen om te zeg maar... Gratis boodschappen. Wat ging je halen? Een Red Bull? Gratis een cola? Voor wat doe je dat? Hi babes, het is vandaag woensdag en ik heb vandaag niet gevlogd. Because I needed a day for myself. Ik weet niet. Kijk, mensen die niet in astrologie geloven, die zullen misschien wel denken van, wat praat jij en waarom gooi je elke keer de schuld op? Ik gooi niet de schuld erop, maar ik denk dat het meespeelt. Ik weet niet of het ligt aan de volle maan en leeuw. Het onderwerp waar we het vorige week over hadden. Hormonen. Sowieso de lockdown. It's kind of starting to get to me. En gewoon dingen die in mijn leven spelen. In principe, I'm good. Ik zeg echt heel eerlijk, I'm good. Het gaat goed. Ik ben dankbaar. I'm so blessed. Ik mag dit als mijn werk doen. Ik ben omringd door de meest fantastische, amazing vriendinnen. Mijn moeder is like my best friend. Ik heb gewoon like shit is all around amazing. Ik mag niet klagen. Oh. Als ik iets haat, is het huilen op een vlog. Ik heb het één keer gedaan toen ik met mijn moeder, toen ik uit huis zou gaan. En toen ik uit huis ging en ik had het heel erg moeilijk mee. Maar voor de rest, I don't do crying on the vlog, oké? Ik huil wel, dat mogen jullie weten, maar niet on camera. Maar de afgelopen dagen of zo zijn heel confronterend voor mij geweest. En dan like a sense in a way. Like... Ik ben iemand, ik stel hele hoge eisen aan mezelf. Altijd al gedaan. En ik voel op dit moment heel sterk dat ik niet ben waar ik wil zijn. Ik weet dat dit mijn pad is en dat is waar ik moet zijn om te groeien naar waar ik wil zijn. Maar it's a tough ride. Dus ja, ik heb het gewoon heel even moeilijk met een paar dingen. Gewoon dat ik denk, vind ik wel niet, ik ben niet helemaal waar ik wil zijn. That's fine. Want een van mijn grootste levenslessen is altijd... Of tenminste, een van mijn grootste dingen is altijd dat ik echt moet leren leven in het nu. Niet gisteren en niet morgen, maar echt het nu. En accepteren dat het mijn situatie is zoals het is. En mijn situatie is helemaal niet erg. Helemaal niet negatief. Helemaal niet... Snap je? Maar het is mijn situatie nu. Dit waar ik, hoe ik nu, toch hoe mijn leven er nu uitziet. And I have to accept it and embrace it, zodat ik meer kan ontvangen. Maar het is soms gewoon moeilijk als je een heel vooruitstrevend persoon bent. En hard werkt. En you just want things to happen. En dat gebeurt ook 100%. En het is vaak genoeg in mijn leven dat ik denk, wow, hoe kan het me allemaal overkomen in één keer? En soms heb ik periodes, zoals nu...
waarbij dingen eigenlijk bijna niet gebeuren zoals ik wil. En dat is soms best frustrerend als je een control freak bent. So. Dus ik heb letterlijk een dag voor mezelf genomen vandaag. Ik heb tot laat geslapen. Ik heb mezelf even opgemaakt. Ik had daar zin in. Nieuwe producten uitgeprobeerd. Fotootjes gemaakt. Make-up eraf gehaald. Gordijnen dicht. En onder de dekens gaan liggen en niet om mezelf zielig te vinden. Ik ben echt niet de type persoon die bij de pakken neer gaat zitten en denkt van... Ik vind mezelf zo zielig nu. Ik heb zoveel medelijden met mezelf. Ik ga nu even lekker gewoon erbij neerzitten en zeg maar zwelgen. Of noem je dat? Ja, zwelgen in mijn verdriet of frustratie. Absoluut niet. Maar gewoon onder de dekens gaan liggen en mezelf echt even letterlijk de tijd gegeven om te reflecteren en alles een plek te geven. Dat is wat ik vandaag heb gedaan. Daarna heb ik een hele goede comedy stand-up show gekeken. Daar heb ik ook een paar snippets op story van gezet. En heeft me ook wel even goed gedaan. Maar ja, het was niet een hele makkelijke dag. Zoals je aan mijn ogen kan zien. I'm tired. En mijn hoofd zit vol. Dus ik ga denk ik even meditatie doen. En dan ga ik slapen. Dat is het lastige aan... Soms vind ik het echt moeilijk. Dat ik heel dankbaar ben. Maar tegelijkertijd ook heel gefrustreerd. En ook acceptatie in mij zit. Maar ook een sense of haast. Ik weet dat het nu heel moeilijk is. Even fucked up. Maar er ontstaat nu groei. En er is nu ontwikkeling. Ik voel het gewoon. Er is gewoon een bepaalde shift die heel erg moeilijk is. En heel zwaar nu voor mij. En jullie denken echt van misschien van bitch, waar heb je het over? Je hebt niks om over te klagen. Maar niet alleen mijn situatie waar ik nu in zit. Gewoon een bepaalde traumaverwerking wat naar boven komt. Ik heb het gevoel dat mijn verwerkingsproces niet... Nee, überhaupt verwerkingsprocessen zijn niet van zo naar daar zo'n lijn. En af en toe stopt het ook. En dan komt een trigger misschien weer een andere keer naar boven. Zo. Ja, dat is wat nu in mijn hoofd omgaat. En ik moet zeggen dat ik het best wel moeilijk vind. Aangezien we allemaal binnen zitten. En er is geen afleiding. En ik snap het echt. Ik snap het echt. Dat de mensen zijn die het moeilijker hebben. Dat zal het altijd zijn. En dat mag er gewoon zijn. Als ik me rot voel, dan is dat zo. Ik maakte vroeger altijd echt smoesjes voor mezelf. Van, hey, toch, wat ga je nou verdrietig te zijn om dit? Er zijn mensen die het erger hebben. Maar dat zal het altijd zijn. En op die manier blijf je altijd die emoties aan de kant schuiven. En daarmee doe ik mezelf tekort. Zo. Voor de mensen die misschien denken, wat overdreven. Er zijn mensen die het veel erger hebben. Ja, I know. Maar dit is mijn belevingswereld en dit is wat ik moeilijk vind. Ik ben natuurlijk ook hoogsensitief. En ik heb door de jaren heen heel goed geleerd om me af te sluiten voor bepaalde energieën en dingen. En dat niet mee te nemen voor de mensen die niet weten wat hoogsensitief is trouwens. Dat is wanneer je heel erg energie aanvoelt van andere mensen en ze zelfs over kan nemen. Waardoor bijvoorbeeld maatschappelijke onderwerpen heel erg heavy en zwaarder kunnen aanvoelen dan voor de gemiddelde persoon niet, zeg maar. Op het nieuws voorbij zit komen en denk ik, nou, ik vind het echt heel erg wat er nu aan de hand is. Maar ze gaan naar bed en ze kunnen dat loslaten. Waarbij empathische mensen, high sensitive people, het echt kunnen gaan internaliseren. Ze voelt het echt alsof wij er middenin zitten. Dat is heel heftig. En natuurlijk gebeurt er de afgelopen dagen heel veel. Ik vind dat heel gek om te zeggen, maar ondanks dat ik struggle of dat ik me rot voel, tijdens... Dat ik me rot voel, ben ik dankbaar. En dat klinkt zo raar. Maar ik ben dankbaar voor de ontwikkeling die ik nu meemaak. Ik ben dankbaar voor, ondanks dat ik me heel rot voel, dat ik echt wel heel veel heb om dankbaar voor te zijn. Dus daar ben ik blij dat ik dat stukje dankbaarheid heb om me vast te houden op slechte momenten zoals, op slechte dagen zoals deze. Heel verhaal. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om dit soort dingen ook te bespreken. Want ik ben nooit die type of influencer geweest die wil laten lijken alsof haar leven perfect is. En dat weten jullie van mij als jullie me langer volgen. I try to be as real as it gets. Sommige dingen vind ik nog steeds heel eng en kwetsbaar om te laten zien zoals dit. Maar het hoort erbij. Hopelijk is het morgen een betere dag. Is dat het niet, dan is dat wat het is. Hallo babe, zit ik weer. Mijn prachtige achtergrond. Oh my god. Vandaag is het donderdag.
Ik voel me iets beter. Ik heb vanmorgen echt heel erg de tijd voor mezelf genomen. Ik heb gewandeld. Ik heb oefeningen gedaan. En ik heb gemediteerd. 3 kwartier lang. Ik heb echt moeite met focussen. Maar het wordt wel steeds beter. En ik had er echt behoefte aan. En het heeft echt geholpen. Ik voel me echt een stuk beter. Zo ja, ik ben nu gewoon aan het werken op de computer. Niks spannend. Het zal echt niet een hele spannende week zijn. Maar goed. Maar ik heb mijn Sephora bestelling binnen. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik heb besteld. Mijn hele bestelling was eigenlijk van Fenty. Als allereerst heb ik de Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Ik had hier dus zeg maar een poll van gedaan op Instagram. Of tenminste, ik had gevraagd in een story wat jullie hiervan vonden. En hier had ik heel veel positieve reacties onder. Ook mensen met een gemengde huidtype. Ik heb zelf een vette T-zone en hier gewoon normaal tot droog. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Dus ik ben benieuwd. Ik heb de kleur 180, dat is mijn winterkleur. En ik heb 300, dat is mijn zomerkleur. Dan heb ik de 190 bronze brush. Ik ben er nog steeds blij mee, maar ik dacht echt dat het een brush was voor foundation. Maar blijkbaar is dat dus niet het geval. En is deze om te bronzen, maar still happy with it. Ik heb de spons, gewoon een soort van de beauty blender van Fenty Beauty. En ik heb een lipstick in de kleur Shoddy. Het is een beetje roodig, maar het zag er een beetje meer bruinig uit op de site. Dus ik ben een beetje teleurgesteld, but it's fine. It's gonna be a pretty color. Ik heb nog iets binnengekregen. Namelijk deze krultang. Ik heb een tutorial gedaan op mijn Instagram hoe je van die waves krijgt met een steltang. Maar ik vond dat mijn haar wordt steeds langer en ik heb echt heel veel en heel dik haar. En ik had er telkens geen zin meer in. Dus ik dacht, ik heb gewoon zo'n ding nodig. En ik heb deze gevonden op bol.com voor €25. En dat was eigenlijk wel weer de haul voor vandaag. Dus ik heb mijn deken. En ik ga gewoon lekker aan het werk. Het vroeg opstaan gaat trouwens wel weer beter. Dus ik denk dat ik het zo aan ga houden. Het werkte vandaag in ieder geval wel heel fijn. Ik voel me echt wel meer zen dan gisteren. Gisteren was een hot mess. Ja, dus het vroeg opstaan helpt wel van yo, wekker gaat gelijk opstaan. Probeer niet eens aan mijn telefoon te zitten, filmpjes kijken. Nee, gewoon opstaan en gaan. Werkt tot nu toe het beste. Hallo babes, happy new day. Even de camera goed neerzetten. Ik zet mijn vlogcamera even zo neer. Want ik heb een heel pakketje binnengekregen van Charlotte Tilbury. En I am obsessed. Mama loves her babies. Ik kan niet kiezen tussen een favoriet merk, you know. Maar ook weer wel. Momenteel staat Charlotte Tilbury bovenaan. Bijna alles wat ik gebruik van het merk vind ik echt fantastisch. Niet alles. Maar ja, tot nu toe bijna alles. Ze hebben me de Hollywood Flawless Filter toegestuurd. En de hele grap was, de universe had al zoiets van, girl, calm down. Want ik wilde deze al 2 keer bestellen. Het lukte 2 keer niet. Toen dacht ik, het moest zo zijn. Ook nog eens, ik wilde de verkeerde kleur bestellen. En nu zie ik deze kleur, denk ik, nee, deze is echt perfect. De andere die ik wilde was veel te donker. Dus dit is een soort van een... Ik zit heel onhandig hier. Wacht heel even. I look like a mess. Ik heb een oogpotlood met 2 kanten. 1 shimmerkant en 1 zwart. Maar ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Want ik zoek eentje voor in de inner corner. Een oogpotlood dat goed blijft zitten. En ik heb hoop in deze. I have hope. Dan heb ik de Hollywood Flawless Eye Filter Luxury Palette. Het zijn 2 verschillende kleuren. Dat is Diva Light en dat is Star Aura. Aura. Duidelijk 2 verschillende palettes. En ik hou van Charlotte Tilbury Shimmers. Dus ik ben heel erg benieuwd. Niemand wil kijken naar deze droge lippen. En dan heb ik al deze kleuren. Hoe heet dit? Hyaluronic. Happy Kiss Color Balm. Ik ben heel benieuwd. Het is blijkbaar verzorgend. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even de intro afmaken. Mijn moeder komt net van de tandarts.
Ze heeft een behandeling gedaan en ze heeft heel veel pijn. Dus waarschijnlijk ga ik ook even koken. Maar ik ga spelen met nieuwe make-up. Ik zou het gisteren doen, maar ik kwam er echt niet aan toe. So let's do it tonight. Ik wilde gisteren echt die look gaan doen. Echt waar. En ik ben ook echt begonnen. Maar het werd zomaar zo lelijk. Tenminste de oogschaduw alleen al. Dus ik dacht, weet je wat? Laat maar. Ik heb het eraf gehaald. En ik dacht, ik doe het morgen. Dus ik ga het nu doen. Ik hou me wel aan mijn woord. We gaan de nieuwe producten proberen. Maar gewoon niet gisteren. Mijn ogen alvast gedaan. Mijn gezicht zit helemaal onder het glitter. Maar kan nu bijna niet anders. Ik ga beginnen met de Hollywood Flawless Filter. Het staat, ja, Youth Glow. Het is geen foundation. Je kan het wel dragen zonder je foundation. Of de onder. Ik ga het vandaag de onder dragen. Ik ga het jullie even laten zien. Je krijgt echt van een klein beetje dekking en een hele mooie glow. Kijk. Dus je kan dit gewoon dragen op de hoogste plekken, zeg maar, spot van je gezicht. Zodra je, zeg maar, geen make-up op wil, maar wel gewoon echt een mooie, healthy look. Ik vind het wel heel mooi. Je kan natuurlijk ook een highlighter dragen, maar ik vind dat die soms nog iets te heavy. En de onderliggende pigmentatie zie je dan echt nog op je huid van de highlighter. Want vaak om de kleur in te brengen natuurlijk moeten ze hun pigmenten indoen. En dat vind ik dan iets te zichtbaar wanneer ik het zeg maar alleen draag zonder foundation. Maar dat is echt perfect, want het heeft echt gewoon een highlight. Hier heb je verschillende kleuren van, dus voor elke huidskleur, ondertoon heb je gewoon gorgeous. Body Blender van Fenty Beauty nat maken. En dan gaan we aan de slag met de Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Foundation. 180 is volgens mij iets te licht nu voor mij. Dus ik ga hem gewoon mixen met de 300. Een klein beetje. Oh my god, ik heb echt te veel. Wat ik ga doen is met die spons overheen. Maar mijn eerste indruk is wel echt dat die heel mooi is, die foundation. Want ik dacht echt, ik heb veel te veel opgedaan. Maar ik kon hem wel nog heel mooi uitblenden. Het is echt niet cakey. Dus je moet echt een shitload opdoen. Wil je het echt cakey eruit laten zien. Zo. Echt heel mooi op mijn huid. En ik hoop dat die donkerder wordt, want dit ziet er niet uit. Ik heb bewust, zodat ik de spons kon uitproberen, heb ik gewoon een concealer genomen die ik altijd gebruik. De Too Faced Born This Way. Bewust geen nieuwe genomen. En hij brengt alles zoveel mooier en egaler op. Ik moet ook zeggen dat mijn huid ook echt wel beter is geworden door mijn gezichtsbehandelingen. Maar goddamn, dit is echt super mooi. Ik ga jullie zo even inzoomen. Ik heb jeuk op mijn neus. Dit is mijn huid, nog niet afgepoederd. Super mooi. Oh my god, ik ben obsessed. Is klaar, hè? Klaar. De Charlotte Tilbury Glowgasm Beauty Light Wand. Wand. Ik heb het er net aan toegevoegd. Ja, sorry. Dit vind ik echt. Dit soort dingen maken mijn dag, hè. Wanneer ik nieuwe producten probeer en ik weet al gelijk van klaar. Dit is gewoon een level up. Elke keer als ik denk van nee man, ik heb de goede juiste mix gevonden van producten. Beter dan dit wordt het niet. It gets better. Oké, ik ga de rest van mijn make-up afmaken. Ik ben geen fan van de oogschaduw, moet ik wel zeggen. Maar de skin. De skin, honey. De skin. Oké, nu is de bronzer brush. 190 van Fenty Beauty. En dan ga ik de NARS Laguna bronzer gebruiken. Ik heb de Fenty Beauty bronzer, maar die is iets te warm voor mij nu. Dus vandaar dat ik met deze aan de slag ga. Ik ben heel benieuwd. Er zit wel zeg maar een jukbeenderen shaped vorm in. En ik ben heel benieuwd of het helpt met het creëren van de perfecte. And it does. Oh my god. I love Fenty Beauty. I love Fenty Beauty. So much. Pretty. Yes. Oh my god. I like. Ik ben echt obsessed met mijn huid. Die foundation in mix met de Hollywood filter. Ik ben verliefd op deze make-up. Nee, serieus.
eerlijk, ik ben hier echt blij mee. Oh my god, lekker gewoon een tutorial nu. Het is gewoon een vlog, maar oké. Luister, I got the key for a perfect make-up base. Serieus, dit is hem gewoon. Dit is hem gewoon. Ik ben echt heel blij hiermee. Die products were dus de Flawless Filter Glow. Kan je met foundation, zonder foundation dragen. Maakt mijn foundation nog mooier. Love it. Anti-beauty foundation zit kapot mooi. Oh my god. Hij is glowy, maar niet cakey. Hij gaat niet in mijn lijntjes zitten. Hij is niet te dik. Redelijk opbouwbaar, denk ik. En benadrukt geen poriën. Ik denk echt gewoon dat ik kan zeggen dat het gewoon een van mijn nieuwe, nou ja, mijn nieuwe Charlotte Tilbury was like, nou bitch. Ik hou van mijn Airbrush Flawless Foundation van Charlotte Tilbury. I really do. Maar dit is like high up there. En wat ik toen heb gedaan is dus de Glow Gas & Beauty Light Wand erop. Maar ook key, sorry, deze heeft voor mijn concealer vooral al het verschil gemaakt. Even een close-up. Ik ben hier echt heel blij mee. Wow. En ik heb dus echt geen poeder foundation over mijn highlighter. Of poeder highlighter over mijn highlighter heen gedaan. Dit is gewoon dit. Dit is like magic. Magic. Dus dit is de sauce, guys. Dit is de mix. Dit zijn de ingrediënten voor de sauce. So. Het was een beetje een rollercoaster deze week. In emotions voor mij. Dus ja, dit is letterlijk, I think it's normal. Soms dan praat ik met mijn vriendinnen over hoe ik me voel, hoe slecht ik me voel en waar het vandaan komt. En luister, ten eerste, ik ben echt blessed. Ik ben echt blessed met vriendinnen die er altijd voor me zijn. En ook eerlijk tegen me zijn. Ook wanneer ik bijvoorbeeld niet redelijk ben over iets. Of als ik te veel in mijn eigen hoofd zit of wat dan ook. Hun kunnen dingen ook allemaal zien vanaf een ander perspectief. En dat helpt mij altijd. Ik voel me altijd beter als ik met hun heb gesproken. En deze week stond voor mij ook een beetje in het teken van mezelf herinneren aan het feit dat ik ook om hulp mag vragen. Dus dat ik mijn vriendinnen ook gewoon mag bellen van, yo, ik voel me fucked up. I need to talk. En ik ben een type persoon, ik doe dat niet. Ik ben sinds jongs af aan ben ik gewoon gewend om mijn eigen shit te dealen, op te lossen. Aan het einde van de dag moet ik er ook mee dealen. But it's okay to have a backup system. En deze week, ik besef het elke week, maar like deze week was ik extra van, ja man, ik ben echt grateful for my girls. So, yeah, I love you guys. Dus ik heb dus gisteren gesproken met een vriendin van me. En ik voelde me gelijk een stuk beter. So, ja, het hoort erbij, jongens. Ik zou echt willen dat ik elke week een hele leuke vlog voor jullie had met geen gezeik, maar realiteit is, mijn doel is wel echt gewoon om zo eerlijk mogelijk te blijven hier op dit platform en real life te laten zien. Mental health, spiritualiteit en er zitten ook gewoon mindere kanten aan. Dus ja, soms bestrap ik mezelf wel op dat ik vlog en dan vlogs edit en dan denk ik, wow, je bent wel af en toe kom je echt heel depri over vergeleken met andere vloggers. Of niet dat ik mezelf met hun vergelijk, maar ik ben wel bewust dat ik wat meer vaker de negatieve dingen belicht in plaats van alleen maar de leuke dingen. En ja, dat is soms best wel eng en spannend. So I want to tell you all that I appreciate you. En dat ik het heel erg waardeer dat jullie me wel altijd zeg maar ook een safe space geven ervoor om dit te doen. I love y'all, want het is niet makkelijk. Geloof mij. Geloof mij dat als je weer lekker voelt in je vel en je zit dan te editen en dan denk je van, oh, laat me dit wegknippen. Who cares? Van, maar dat is niet realiteit. Einde van de dag, still a bad bitch. So who cares? ik ga nu de vlog afsluiten en ik ga gewoon foto's van deze look maken. En daarna ga ik gelijk straight up achter de computer ga ik deze vlog editen en klaarzetten voor jullie. De intro is trouwens eindelijk af. Ik weet dat het misschien er niet heel ingewikkeld uitziet. Maar ik ben er wel trots op. Want ik vond het heel lastig om een soort van een aesthetic te vinden. Die echt coco was. Niet wel minimalistisch. Maar niet te saai. Maar I think I found a middle way. So yeah. Heel erg bedankt babes voor het kijken. I appreciate y'all. En vergeet je niet te abonneren. En ik zie je graag bij de volgende video. Je kan me trouwens ook volgen op Instagram. Instagram stories. I'm really active over there. So, yeah.